Clement Hille Lesbe, gemeenteraadslid voor de fractie Tonaar, ga ik nu dat bordje verknippen. Wij dachten eerst het door de versnipperaar te halen, de hartversnipperaar. Daar hebben we niet voor gekozen, want we hebben gezien dat het van triplex is, het bordje. En bovendien is de voorzijde van plastic. Het is niet duurzaam, zou ik willen zeggen. Het is ook niet milieuvriendelijk. Vind ik wel heel erg jammer. Wat ik ook erg jammer vind, dat de SP hier een bordje heeft opgehangen zonder de eigen naam eronder te vermelden. Ze vonden het wel nodig om onrechtmatig het logo van de gemeente Hoorn te gebruiken en onrechtmatig het logo van de ANWB te gebruiken. Als je nou echt flink bent, dan moet je alleen maar je eigen logo erop hangen en niets anders dan dat. Nou, het is al een stuk voordat we de plezier gaan krijgen om het te verknippen. Nou, Levent. Gaat je goed? Daar gaan we. Daar gaan we. Zo simpel liggen de dingen. Ja, Joke gaat voor het scherm door. Voor de lens langs. Oké, daar is ook deze kant een beetje op. Tuurlijk. Jullie zien met welke eenvoud het bordje is gemaakt. Het is allemaal niet milieuvriendelijk. Maandagochtend gaan we dit naar de chemocontainer brengen, omdat we het te gevaarlijk vinden om dit natuurlijk in de papiercontainer te gooien. En de tekst, klopt hier eigenlijk, de tekst wat daarop staat? Dat is niet de tekst zoals die door de gemeenteraad is aangenomen. En dat is in het luifeltje. En dan kunnen we er even napraten. Dank voor jullie aandacht en aanwezigheid.